De 20-jarige Faraz verloor vlak achter elkaar zijn twee goede vriendinnen Naomi en Gaby door zelfmoord. Hij heeft zich opgehangen en iemand anders voor de trein gesprongen. En dat had eigenlijk een hele heftige impact, ook met name omdat het heel snel achter elkaar was gebeurd. Had het voorkomen kunnen worden? Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen natuurlijk. Het is niet te voorspellen, zeg maar, denk ik zelf in mijn ogen. Of in ieder geval momenteel nog niet. En dat is denk ik ook bij elke persoon anders. Door alleen misschien iemand te begrijpen, alleen voor iemand te zijn en misschien zijn verhaal aan te horen, dan op dat moment kan je misschien iets voor die persoon betekenen. Om te voorkomen dat meer jongeren zelfdoding als enige uitweg zien, heeft hij de stichting Tweestrijd opgericht. Met een groep vrienden geeft hij regelmatig voorlichting in de provincie. Daarbij vertellen we met name ons verhaal. Vervolgens doen we een heel leuk balspelletje, eigenlijk een heel interactiespel. Daarbij proberen we jongeren in ieder geval te laten praten wat in dwars zit. De GGZ Noord-Holland Noord heeft een speciaal team dat zich bezighoudt met zelfmoord onder jongeren. Zij leren de signalen van jongeren met zelfmoordneigingen te herkennen, maar ze doen nog iets. Ik neem dan contact op met de ouders en probeer zo snel mogelijk in contact te komen met de vriendengroep van deze jongeren. Want we weten dat op het moment dat er een suïcide is geweest, 20% van de omstanders, dus bijvoorbeeld uit een vriendengroep, suïcidale gedachten krijgt en ook plannen krijgt. En dat willen we voorkomen. Met het geld dat nu beschikbaar komt, hoopt de instelling voor geestelijke gezondheidszorg dat er meer bekend wordt over de redenen waarom iemand zelfmoord pleegt. Ook Faraz is blij met het geld. De laatste cijfers zijn natuurlijk ook bekend gemaakt dat het echt extreem hoog was. En er zit ook een stijging in elk jaar. Dus het is alleen maar beter dat er aandacht aan besteed wordt natuurlijk. En ja, ik sta er alleen maar positief over.